Ja, en dan na 15:50, na vieren, wordt het weer droog. Zo te zien. Dan heb ik er nog eentje. Deze is niet betaald, maar deze betaal ik. Zodat er geen reclame is. Ah, dus ja, één hoge piek. Maar ik moet er toch door. Die meisjes moeten eruit. Ja. Leg je er lekker, meisje. Hey. Hallo. Lekker ding. En daar ligt nog zo'n lekker ding. Ja. Daar ligt mijn ander kindje. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag maar weer bagger en vies en triest weer. Ja. Maar ik moet er nog wel even met mijn meisjes eruit. En ik krijg vanmiddag visite. En daar had ik gisteren al verteld. Daar een kind erbij is. Dus ja, kan ik niet gaan filmen. En of we vanavond de deur uit gaan, dat is ook vraag 2. Want als het regent, ga ik er niet heen. Want het duurt nog heel lang hoor, wat we hebben. Wat vanavond dan begint, dat duurt nog heel erg lang. Dus daar hebben we nog tijd genoeg voor. Dat hoeft niet per se vanavond. Je hoeft je dreigen dus niet voor nat te laten regenen. Want het is morgen, het is overmorgen en dan. Ja, dus duurt maar een tijdje. Maar in ieder geval, het regent nu dus en ik moet er wel doorheen en ik zal het jullie laten zien. Het is niet heel hoog, maar het is ook niet prettig. En dan is het ook nog van het vieze, fijne, miezerige regen. Ja, en dan na 15:50, na vieren wordt het weer droog, zo te zien. Dan heb ik er nog eentje, deze is niet betaald, maar deze betaal ik. Zodat er geen reclame is. Ah, dus ja, één hoge piek. Maar ik moet er toch door. Die meisjes moeten eruit. Ja. Dus we gaan er gewoon doorheen. En ik hoop dat mijn jas een beetje waterdicht is. Want die heb ik, weet ik van wanneer ingespoten. Dus. Mijn laarzen sowieso. Die zijn ingespoten. Ik kan ook mijn jek aan doen. Mijn korte jek. En dan mijn regenjas eroverheen. Maar dan wordt mijn broek weer drijfnat. Ik doe gewoon lekker mijn dikke winterjas aan. Lekker warm, want het is maar 11 graden. Het is niet fijn. Nee. Dus ja, we gaan er vandoor. En het is vandaag trouwens. Wat vandaag is het vandaag? Ja, dat vergeet ik allemaal. Het is vandaag vrijdag, de 27e van de 10e 2023. En we leven om 3 minuten over 2. Ja. Ik had ook een probleem met moeder de natuur bij mezelf. Ja, en dat gaat allemaal eerst voor dat ik de rest kan doen. En daarom ben ik wat later. Ja, ik was er al uit, maar ik had even wat andere dingen. En ik was een vest kwijt. Ja, ik ben hem nog kwijt, maar ik heb maar een andere gepakt. Want waar die andere nou is gebleven, die nog iedere keer maar bij mijn jas, weet je. En nou voet hij weg. Nou ja, pak wel weer even een ander. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En ook wanneer het bij jullie slecht weer is, komt het er in je hart dat het zonnetje is. Dan kan je zelf het zonnetje uitstralen en dan geniet je ook. Ja, ik zou zeggen, tot later. Leg je er lekker, meisje. Hey. Hallo. Lekker ding. En daar ligt nog zo'n lekker ding. Ja. Daar ligt mijn ander kindje. Ja. Had je wat te vertellen? Alvin, had je wat te vertellen? Maar ja, zoals jullie zien, er staat nog maar één kopje en dat is voor mij.
En ja, degene die op visite zijn geweest, die zijn dan weer terug weg. Dus ik zit weer helemaal alleen, maar dat maakt niet uit. Nee, want ik was alweer bezig voor een vlog. Dus ja, dat moet ook gebeuren, hè. En ik ga eventjes koffie maken. Maar daar heb ik even twee handen voor nodig. Waarom? Nou ja, om de dood eenvoudige reden. Anders krijg ik hem niet open. Ah, nee. En dat is vervelend. Ja, dan moet ik echt even met twee handjes knopje drukken. Dan hoort hij open te vliegen. Maar dat doet hij niet. Dus knopje in en dan openen. En dan kan er water in. Zo. Ja, het wordt al schemerig in huis. Nou ja, schemerig. Met tegenlicht. Kan gebeuren. Maar ik wil nog koffie. Zo. De koffie. Zo. Voilà. Koffie in het kopje. En de pot kan weer dicht. Voilà. En ja, ik heb net het programma opgestart. Om dus met die vlog te gaan beginnen. En het is bijna 6 uur, dus ja. Ja, toch? Ja, 17:57. En ik ga nog geen licht aan doen. Nee, ondanks dat het wel grijs en grauw en triest weer is. Maar dat maakt mij niet uit. Nee. Ik ga lekker even bezig. En als het droog blijft, gaan we straks ook nog wel vanavond weg. Maar dan moet ik eerst toch de meisjes uitgelaten hebben. Ja, ook dat moet wel gebeuren. Ja, 13 oktober die kinderen uit, dus dat is knippen, map openen, plakken, deze keer sluiten, dan moet naar de nieuwe. En dat gaat over het collecteren van de brandhondenstichting. Ja, de laatste dag was dat. Kopiëren en dan kan weggegooid worden, verwijderen en dat is plakken en opslaan. Ja, dan heet de naam er al in en dan moet ik het nog even naar voren halen en dan kan ik beginnen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond en ja, en smakelijk eten, bon appétit en heet erop. Nou, mag het dan wel bekomen. Ja. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie zien en wat jullie doen. En tot later. Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om te gaan lopen samen met de meisjes. Dus ja, ik ga me zo meteen klaarmaken. En als we dan weer terugkomen, dan nog even wat te drinken pakken. Desnoods een watertje. En dan gaan we lekker naar bed doen, want ik ben moe, ben het zat. Ja. Ik heb in ieder geval vanavond wel weer heel wat gedaan, dus ja, ik ben er blij mee. Ik hoop dat ik me morgen even weer een beetje monterder voel dan vanavond, want dan kunnen we morgenavond eventjes de hort op. Ja, want het was vanavond, wat ik heb begrepen, zelfs al in Oudenhelder het een en al te doen met licht, show en alles. Met mensen die verlicht waren, ja, heb ik foto's voorbij zien komen op Facebook en filmpjes. Dus ja, dat hebben we dus wel gemist. Misschien dat het morgen ook wel weer is, dat weet ik allemaal niet. Maar misschien was dit met de opening alleen nog zo. Maar we zullen het morgen hopelijk beleven als het niet regent. Dat zeg ik er wel bij. Ja, moet wel droog zijn. Rijka, hou eens op. Dus ja, dat dus. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En we weten het allemaal, God die houdt gewoon over ons, gewoon de wacht. En ik zeg gewoon daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!